Waarom is het aquarium weg? Ik vind het echt niet leuk. Ik geef ook een keer een cadeautje aan haar. Echt, ik kan echt niet. Goedemorgen jongens en meiden. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik heb vandaag heerlijk mijn favoriete outfit aangetrokken. Dit is nog steeds mijn favoriete trui die ik natuurlijk in Japan heb gekocht. Waar ik nog steeds ontzettend blij mee ben. Heb ik trouwens geen enkele keer eerder verteld dat dit mijn favoriete trui is. Maar dan weet je het nu. En ik heb natuurlijk ook nu, hoppakee, mijn favoriete schoentjes aan. Ik stond vanochtend op en ik had echt zo'n gevoel van, oh, ik heb echt zin om op te staan. Ik weet niet waarom, maar ik jump tegelijk het bed uit. Terwijl ik normaal gesproken echt altijd 38 keer op de snoezeknop druk. Maar ik had dus ook een keer gelezen dat snoezen blijkbaar heel slecht is voor je. Dat is niet goed voor je en daar krijg je stress van en dan ga je eerder dood. Had ik een keer gelezen, zou waarschijnlijk wel helemaal nergens op slaan. Maar daarom dacht ik vanochtend, ik ga niet mijn wekker snoezen. Ik heb het hier ook gewoon helemaal netjes gemaakt. En dat is zoveel beter. Kijk, zo expres die boeken zo mooi neergelegd. Ik weet niet waarom, anders krijg ik een tikje in mijn hoofd van... Kijk, als het zo ligt... Dat kan ik gewoon niet handelen. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben, dat je soms gewoon dingen ziet en dat moet je gewoon eventjes netjes neerleggen. Nou, dat had ik dus bij dit. Ik ga in ieder geval vandaag iets doen. En zoals jullie weten kom ik de laatste tijd natuurlijk heel erg vaak bij mijn ouders, omdat ik het gewoon leuk vind en gezellig vind. En ja, ze hebben natuurlijk net een nieuw aquarium. Ja, er is dus iets aan de hand daar. Ik ga het jullie nog wel uitleggen. Ik heb laatst meegedaan aan For The Win Knockout. En dat is iets super gaafs op het PlayStation kanaal For The Players. Daar heb ik dus laatst aan meegedaan met Stefan de Vries. Hij was mijn teamgenoot. En ik ga jullie dus nu een klein stukje laten zien waar je het kan bekijken. Want het is echt heel erg gaaf. In ieder geval, nu staat aflevering 4 dus online. Die kan je hier aanklikken. En vergeet natuurlijk niet eventjes om je dus ook op dat account te abonneren. Want er komen nog veel meer superzieke dingen daarop. Trouwens, die boot die hier altijd voor mijn deur ligt, die is opeens verdwenen. Hij is footsie, hij is er niet meer. Hij is nu ineens daar, naar de overkant. Ik heb geen idee waarom ze hem van daar naar daar verplaatst hebben. Maar ik vind het wel chill. Gewoon even gewoon dit voor mijn huis. Gewoon even niks. Gewoon rust. Ik ga denk ik oprecht iets voor de katjes kopen dat ze gewoon chill in de vensterbank kunnen liggen. Want ze gaan nu de hele tijd hier liggen. Ik weet niet waarom. Misschien omdat de steen koud is. Misschien dat ze het expres doen. Slimme poesjes. Ik ben dus gisteravond nog bij mijn ouders geweest, zoals jullie weten. Ja, ik kom bijna elke dag te laten staan, wat ik gewoon leuk vind. Maar ze hadden dus dat aquarium. Nu hebben ze dus het aquarium alweer weggedaan. Ja! Ja! Ik zit nu onderweg dus alweer naar mijn ouders trouwens, maar... What? Oké, ik ga jullie straks uitleggen waarom dus. Ja, ik baal er gewoon van, maar het heeft wel een ander leuk iets. Ik snap natuurlijk dat jullie nu ook denken van, waarom dan? Wat is er aan de hand? Waarom hebben ze hem nu al weggedaan? Ze hadden hem letterlijk gisteravond nog en ze waren nog bezig ermee. Ja, klopt. Wacht maar. Goedendag mensen. Is er iemand naakt? Ja, ik. Oh. Nee hoor. Oh, jeetje. Hoi. Ik ben allebei naakt. Oh, zijn jullie allebei naakt? Hebben jullie net Melanie, ik ga gelijk om uitleg vragen. Ik heb dus net al tegen jullie natuurlijk verteld dat het aquarium weg is. Weg. Waarom is het aquarium weg? Nou, ik zal het uitleggen. We waren gisteren bij de Intratuin. En toen gingen we naar de kassa, want we hadden dus dingen gekocht voor in het aquarium. Toen gingen we naar de kassa en toen zei ze, na 6 uur heb je op het gehele assortiment 20% korting. Ja. Dus wij hadden deze gezien en deze was dus 40 euro duurder dan het aquarium wat we gekocht hebben. Oftewel, ze hebben nu de oude weggedaan, ze hebben gewoon een grotere gehaald. Maar we hebben de oude niet weggedaan, want Jor ging gisteren weer naar de Intratuin en hij zei... Dus Jor krijgt ook vissen. Ja. Iedereen krijgt ineens vissen. Jij steekt iedereen aan. What the fuck? Jor zei van ja, ik vind het toch eigenlijk ook echt heel erg vet en ik wil daar eigenlijk ook wel graag eentje. Dus nu staat hij hier. Ja, maar dit is nu de grotere. Voor dezelfde prijs hebben we nu gewoon het dubbele. Ja, dat is wel ziek. En ik vond dit voor deze witte muur de lengte, ja, het is gewoon nog mooier. Ja. Oftewel, dit andere aquarium van mij, ja, die staat er dus niet meer. Maar die is weg. Ik ben echt diep teleurgesteld. Nee. Ik ben diep teleurgesteld. Nee. Ik vind het zo jammer. Ik vind het echt, echt jammer. Maar dit vind ik echt niet leuk dat je dit zegt. Want ik heb gisteren jou gebeld en gefacetimed. Ik vind het echt niet leuk. Ik geef ook een cadeautje aan haar. Echt, ik kan echt niet. Nou, ik vind het echt niet grappig. Mama, mam, jij ook, mam. Hé, hey, geef ik een cadeautje aan jullie. En dan gooien jullie het zomaar weg. Nee, we gooien het niet zomaar weg. Maar we vonden het zo mooi dat we dachten van ja, die moet groter. Wat een rotzooi zeg. Nee, ik ben echt...
Nee, maar Join die heeft heel ja. veel plezier. Nou, gelukkig. Ja, jij gelukkig wel. Ik ben bijna over, dus dat komt helemaal goed. Nou, Gio, ik wil niet dat je zo denkt. Grapje. Echt niet doen hoor. Nee, jongens, ik moet eerlijk zeggen, ik vind hem wel echt heel mooi. Kijk, ik bedoel, hij is helemaal mooi ingericht. Nu, hij staat er dus nu al, weer net. nu moet je weer 5 dagen wachten. Ja, wel. Maar hij ziet er top uit. Kijk, deze sikke platen spelen, jongens. Eigenlijk moet ik deze gewoon stiekem mee naar huis nemen. Super gaaf. Melody is nu toch weg. Kijk, ik was natuurlijk best wel teleurgesteld toen ik hoorde, want ik werd opgebeld en ze zeiden, yo Gio, we hebben het aquarium weggedaan. Dus ik dacht echt, what the fuck, waarom nu al, weet je? Dus ik dacht echt van, maar ik heb het net aan jullie gegeven. En toen vertelden ze dus van die korting, dat je gewoon voor hetzelfde geld een veel grotere kon krijgen. Dus ik was eerst wel echt teleurgesteld, ik dacht echt, nou jeetje. Maar nu snap ik het gewoon. Hij is mooi. Maar ik ga nooit meer een cadeautje geven aan je. Oh. Echt niet. Nou. Ja. Echt super blij. Ja, ja. Ja, nee, echt. Nee, oké. Okay. Jongens, het is dus nu nog even een paar dagjes wachten. En dan kunnen we eindelijk, na al dat gezeik, dus de eerste visjes erin gaan stoppen. Al dat gezeik. Ja. Nou, dat valt toch wel mee. Maar waarom zit jij naar mijn kanaal te kijken? Ik kijk altijd jouw video's. Jij bent ook wel fan van mij, hè? Ja, natuurlijk. Fangirl. Oh. Nou, dan was weer even een kort bezoekje bij mijn ouders, of tenminste bij mijn moeder. Omdat ik wilde gewoon per se dat nieuwe aquarium zien, want het is leuk. Het is leuk. Ik heb mijn hele cadeautje voor niks gegeven. Nee, het valt wel mee. Natuurlijk, ik snap het ook wel dat ze gewoon een grotere willen als de prijs net zo duur is. En oh, mijn moeder komt ineens aanrennen. Hallo? Oh, heb je ook een cadeautje voor mij? Ja. Ja, nee, die hoef ik dan ook niet, hè? Voor de poesje. Ja, leuk. Doei. Nou. Doei. Grapje. Ik had het er net over dat ik jullie wel begrijp. Oh. Jongens, ik kom dus thuis en heb dus jongens 3 uur staan wachten. Nee! Yeah! Yeah! Sorry! Naar Gucci! Holy shit! Gucci game! Gucci game! I know! Kom, maak die foto! Shout out naar Gucci game, man! Let op! Dankjewel! Zo goed? Dankjewel! Ja, dankjewel! Oké, later hè! Shout out naar Gucci game! Is cool! Kijk eens aan, het werkt nog ook! Ja hoor. Kijk, dit is dus echt de bedoeling dat ze hiervan gaan eten. En blijkbaar doet hij het dus ook. Je zit gewoon gras te eten, maar het is dus kattengras. Nou, ga jij maar lekker door met eten. Wow, het werkt gewoon gelijk. Ik zet het echt net neer en bam, hier. Nou, eet smakelijk. Ik zou het niet willen. Jongens, ik moet weer zelf gaan koken. Echt, dat is te chillen aan als ik elke keer thuis ben bij mijn ouders. Dat mijn moeder gewoon lekker kookt. En nu heb ik natuurlijk mijn eigen kip weer en alles. Maar ik ben soms gewoon echt... Ik kan gewoon niet zo goed koken. Tenminste, ik heb het wel heel erg geleerd het laatste jaar. Dus we gaan gewoon lekker wat maken. Komt vast goed. Heel veel van jullie die ooit op zichzelf gaan wonen. Of misschien woon je al op jezelf. Ik denk dat ik niet de enige ben die het koken gewoon soms best wel een beetje haat. Oh mijn god. Shaquille belt me op en hij zegt, yo Gio, ik heb je lang niet gezien. Kom, we gaan even naar de Burger King. Ik wil letterlijk net de kip in de pan gaan doen. Tenminste, soort van. Het was aan het ontdooien. En nu appt hij me. Dit is niet een smoes. Dit is oprecht geen smoes. Dat ik niet wil koken. Maar ik vind het gezellig om Shaquille even te zien. Oh, dit is echt heel slecht. Wauw, jullie mogen me echt uitlachen nu. Sorry. Ik wilde gezond eten vanavond. Oh, ga je zo doen? Echt, ik zweer het. Belt mij net. Oké, jongens. Hij belt me net op. Okay. Sjaak belde mij op, heb ik net gezegd. Oh ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, ik heb niks te doen. Ah, weet je wat? We gaan naar de Mackey. Nee, wacht. We gaan naar de Burger King. Zo deed je. Ik heb net aan mijn kijkers verteld dat jij degene was die mij vroeg. Zodat ik minder slecht overkom. Mijn moeder is aan het koken, hè? Ja. Sukkel. Oeps. Ja. Ja, het gebeurt wel eens. Check eens even hoe mooi dit allemaal is. Die skyline. Hè, wat een stad. Ja, ik vind Amsterdam nog steeds mooi. Ja, sorry voor alle mensen uit Rotterdam. Ja. Ik kom uit Amsterdam. Amsterdam blijft nog steeds mijn stadje, man. Je komt uit Almere. Ik ben geboren in Amsterdam. Oké. Okay. Ik kan het zeggen. Jongens, dit is Brian. Hij is ook bij de McDonald's gekomen. Overal plek om te parkeren. Precies de moeilijkste plek pakken. Nergens plek. Waar is plek? Hallo, jongen. Gast, je hebt hier al fucking veel plek achter me. En je gaat hem hier zetten. Ik zag daar een plek hoor. Oh. Zo, dit ziet er wel lijp uit zo trouwens. Blauw en oranje. Het lijkt op een vlek, zeg jij? Je ja, rap? Het lijkt op een vlek. Maar het is dus een DJ guy die zo staat, zeg maar. En hoe staat hij? Doet het voor? Ja man, beetje ongemakkelijk. Nee, of zo. Ja, ik weet niet. Kijk eens aan de andere kant, want volgens mij heeft hij bij één vinger omhoog. En bij die andere kant. Hoe staat hij? Oh nee, 2.
Oh ja, hij heeft twee vingers omhoog. Want die vingers zijn zo, ja. Maar je gaat het weghalen, zei je. Ja, ik denk het wel. Want? Laat even weten in de comments. Ik weet niet zeker. Moet het gewoon helemaal oranje? Als je een beetje naar achter loopt, dan lijkt het een soort van wazige... Dan lijkt het een vlek inderdaad. Ja. Alsof het niet hoort. Alsof het gewoon net gemist is met spuiten. Ja, precies. Maar als je het dichtbij, dan zie je het wel. Ja. Ik zal het ook wel weghalen, denk ik. Het idee is leuk. Oranje, ja. Ja. Many hours later. En heb je lekker gegeten? Ja, papa. Ik heb wel weer echt een slecht gevoel nu, hè? Hoezo? Gewoon dat je weer naar zo'n ding gaat en dat je eerst gaat met zin er naartoe en dan als je weer klaar bent dan is het ah. Bah. Ik er niet. Ah, lekker pik, lekker pik. Ik ga weer vandoor. Okay, doei allemaal. Hey, kusjes. Ja, kusjes. Doei. Doei. Gast! Laat je nou ook al de deur openstaan. Ik vind gewoon dat dit een nieuw iets moet worden. Rick is toch goed aan. Gast, waarom laat je ook een keer mijn deur openstaan? Eerst doet Rick het al. Flashback. Hé, hey, kutjong! Zou je niet mijn fucking deur even dicht doen? En nu doet Sjaak het. Lekker ben jij. Zo, ik sta weer thuis geparkeerd. Lekker. Oh jongens, moet je eens zien hoe chill. Open haartje aan, kaars aan. Ik ben echt blij met die kaars. Geeft echt een extra sfeertje weer in huis. Wow, moet je zien hoe goor mijn wond er nu uitziet. Het bloed komt er ook nog een klein beetje uit nu. Het kostje staat er echt zo vies bij. Het moet nu al bijna afvallen en ik denk dat het dan jammer genoeg een litteken gaat worden hier op mijn arm. Maar ja, wel leuk aan denken aan mijn eigen bioscoopfilm. In ieder geval, jongens en meiden, ik ga heerlijk mijn bedje in. Alweer natuurlijk. Dus ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken in deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Morgen komt er uiteraard weer een nieuwe vlog. En ik hoop dat jullie daar net als ik niet op kunnen wachten. Dus ja, ik ga mijn oogjes dicht doen. Mijn bed in. Het is 2:30 s'nachts. Oftewel, vraag me ook niet waarom ik het tot zo laat maak. Maar, jongens en meiden... Welterusten, tot morgen en ik zeg later. Wat ben jij nou weer aan het doen, poesie? Oh, echt talentverslaafd dat je bent? Kom eens hier, hoppakee.